Dat moment dat je Facebook aan het checken bent en een berichtje krijgt om te horen dat iemand een spreekbeurt over jou heeft gedaan en een dikke 10 heeft gehaald. Chardo, ik ben enorm vereerd dat je een spreekbeurt over mij hebt gedaan. Echt enorm bedankt. Gefeliciteerd met je 10, sowieso. En namens mij ook een dikke 10 dat je mij hebt gekozen om een spreekbeurt over te houden. Ik ben vereerd. Echt enorm bedankt. Gefeliciteerd, Chardo. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer, jullie enige en echte zeep. Ik ben echt zo vrolijk dankzij dat hele Facebook bericht. Ik had het nooit verwacht, heel eerlijk gezegd, ik had het nooit verwacht. Maar goed, in de vorige aflevering zijn we in Trainer terechtgekomen, hebben we wat items te pakken gekregen, zijn we 1000 verloren. Maar ja, we hebben in ieder geval goede items gevonden en we gaan nu op zoek naar de Supersoft. Dus als we ons niet vergissen, dan staat Marcus hier op ons te wachten. We zijn klaar om de Supersoft te halen. Goed, dan kunnen we in ieder geval Plank redden. Wanneer gaan we vertrekken? We kunnen nu meteen gaan, dus je gaat mee, hè? Ja, ik ben klaar. Laten we gaan. Let's go! Oh, wacht. Prinses! Prinses, alsjeblieft, wacht! De baas wacht op ons bij de haven. De baas? Bedoel je? Yep, er is maar eentje die ik baas noem. Nou, Leroy die gaat dus de hele tijd achter ons aanlopen. Echt zeer vervelend. Prinses, alsjeblieft, wacht. Het kan een valstrik zijn. We kunnen deze criminelen niet vertrouwen. Maar ja, als we dus gewoon doorlopen en hem gewoon negeren. Denk aan de consequenties. Je bent een prinses. En dan kun je dus zeg maar met hem praten. En dan zegt hij dus... alsjeblieft luisteren en bij mij terugkeren. Dan kun je dus zeggen, oké, dan ga je dus terug. Maar je zegt ook no en dan zegt hij prinses. Maar dan kun je gewoon weglopen. In de eerste instantie dacht ik dat je dus automatisch altijd ja moest zeggen. En het dan weer overnieuw moest doen, dat je echt van hem weg moest rennen. Gelukkig is dat niet het geval als de koningin hierover hoort. Ja, schijt aan de koningin. Ah, prinses. Je weet dat wij gaan inbreken en dat een misdaad is, toch? Ik moet zeker weten dat je niks anders steelt. Oké, laten we gaan. Verdorie, ik ga mee. Ik bedoel, het is mijn taak om de prinses te redden, dus van slechte invloed. Doe wat je wil. Altijd praten over je taken en zo. Serieus, heb je niet je eigen gedachten of iets? Hoe durf jij tegen mij terug te praten? Ik bedoel, ik begeleid de prinses. Ik dacht dat je misschien wel een beetje veranderd was nadat je met Zepi hebt gereisd, maar... Je bent helemaal niet veranderd. Weet je überhaupt al waarom dat je hier bent? Wat bedoel je? Laten we gewoon gaan, oké? Ik word gek van zijn geklaag. Zie je, zelfs Zelda wordt nu gek van jou, Leroy. Genoeg is genoeg. Leer ervan, alsjeblieft. Nou wil ik natuurlijk wel heel eventjes brengen tot Leroy niet zo in real life is. En Leroy is een geweldige gast om mee samen te werken. Maar in dit spel is Steiner, a.k.a. Leroy Objection, een pain in de butt. Laten we eerlijk wezen. Maar goed. Hoe was bij Murcia? Niet slecht. Ik bedoel, het was beter als ik deze stomme ongedierte niet had en die lelijke olifantenvrouw. Oh, serieus, ik word er gek van. Je zult wel moe zijn. Het is nog niet klaar. Ik bedoel, de rest van de ongedierte moet ook nog vernietigd worden, hè? Ga je naar Clyra? Ja. Ik bedoel, ik weet zeker dat jij het daar wel naar zal bezorgen. Natuurlijk! Ik zal het nu voorbereiden. Trouwens, heb jij een mooi meisje gezien in het publiek vandaag? Een mooi meisje? Moet ik een ontmoeting regelen? Ja, dat is niet nodig. De kanarie en waar ik achter ben, zal zo in mijn kooi vliegen van haar eigen vrije wil. Huh? Even kijken hoor. Ik dacht nooit dat ik in een plaats als deze zou komen. Het zal het lot wel zijn. Maar we kunnen nog niet rusten. Vlieg naar je moeder, mijn kleine kanarie. Hij is echt creepy. Ik ook zal je welkom heten met open armen. Ah, wat creepy vent. Bah, jakkes. We all live in a houten bootje. Een houten bootje. Oké. Okay. Hey, mag ik daar staan? Ja hoor. Wat in de wereld ben ik aan het doen? Ik ben dieven aan het helpen om een
om een misdaad te plegen. Nee, ik moet geduldig zijn. Bescherm de prinses. Breng haar terug naar het kasteel. Focus op je taak. Vertrouw de koningin. Ze zal nooit zoiets doen. Er moet een goede reden zijn. Dat kan niet anders. Geen gedachte van mijn eigen. Objection. Serieus. Hoe kan ik, een kleine ridder, denken wat de koningin aan het doen is? Ik bedoel, serieus. Ik moet me daar niet druk over maken. Over de nonsens die een crimineel kan vertellen. Ik bedoel, denk erover. De prinses alleen. Dat is het enige wat ik aan moet denken. De prinses thuis krijgen. Pardon. Soms zit er bij mij ook een boertje vast. Maar ik hoop, tenminste, ik denk, dat ik hem nooit meer zal zien. Hij was die schavuit. Hij heeft de prinses en mij in zijn duistere dingen gedaan. Het was allemaal jouw schuld, Zeepie. Als jij me niet als een kind had behandeld. Hé, hey, ik maakte me alleen maar zorgen. Ik had het niet gedaan. Gejaagd naar Supersoft om een van jouw vrienden te redden. Waarom doe ik dit? Omdat Blank heeft me... hij heeft me gered. Hij heeft mijn leven gered. Het enige wat ik kan doen is het pleziertje terug doen. Maar ik dacht nooit eigenlijk aan dingen zoals dit. Hoe gaan we de Supersoft vinden in deze berg van dozen? Hou gewoon je kop en zoek het gewoon. Oh, er komt iemand aan. Ik kan niet geloven dat ik geen inkt meer heb voor mijn nachtlang als deze. Ik moet meer inkt vinden en dan weer teruggaan naar de observatorie. Zal ik hem uitschakelen? Wacht! Prinses, nee! Jij bent... Ik heb je gemist, Dr. Tot. Prinses! Prinses Garnet! Dr. Tot! Jullie kennen hem? Dr. Tot is... Dr. Tot is een van de respecte gasten die... die de prinses alles heeft geleerd. Dus, ja... Master Leroy, je moet wel een beetje zachter zijn, want anders maak je de verkoper wakker. Maar prinses, wat in hemelsnaam doe jij hier? Het is een lang verhaal. Ik bedoel, we zijn op zoek naar Supersoft op het moment. Er is een goede reden voor dit. Ik bedoel, we zijn hier niet om te stelen of een misdaad te plegen of iets in die trend. Is daar iemand? Ga maar snel. Ik geef jullie de super... Ga maar snel. Ik geef jullie de Supersoft snel. Dat moment. Ik bedoel, ga naar de trein, ouwe. En ga naar het begin. En dan zul je een grote toren vinden. De toren is mijn huis. Hij is op slot, maar ik zal hem open doen. En dan wacht ik wel tot jullie komen. Oké, laten we teruggaan. Dankjewel, dokter Tot. Ik zie je straks. Oh, het is jou, dokter Tot. Goede tijd. Ik heb geen inkt meer. Serieus, je had me gewoon moeten roepen. Ik bedoel, ja, ik word echt moe als er iets in de inventory misloopt en alles. Prinses. Hoe vaak gaan we nou nog horen van dat zijn prinsessen? Ik word er een beetje moe van. Ah, die Tootsie die geeft ons dus een Supersoft. Het is tot. Oh, ik heb per ongeluk die lijn geskipt, maar het zal wel niet boeiend zijn. Ik bedoel, hoe we dus een beetje babysitten op de prinses. Verschil. Nog steeds. Hey, hij gaat ons een Supersoft niet geven ondertussen dat wij, als wij niet met de prinses aankomen. Dus dat is de deal, prinses. Ik vraag jou om Marcus te brengen naar die toet. Hij heet Tot. Ik was toch aan het gaan, dus mij maakt het niet uit. Maakt niet uit. Zorg ervoor dat je goed uitgerust bent. Ik weet zeker dat Ted iets nodig heeft om het te voorbereiden. Zijn naam is Tot. Ted Toot, echt. Altijd die naamgrappen, die blijven altijd hilarisch. Maar goed, we moeten dus zeg maar naar dat grote kasteel waar we dus zeg maar al eerder hebben gevonden. En dat is, als ik me niet vergis, als wij hier naartoe lopen. Dan kunnen wij hier naartoe. En wat is dit? Laten we er iets in gooien en dan zijn we iets vrolijker. Het doet eigenlijk helemaal niks, maar ik heb zoiets van... Laten we gewoon de geld in gooien, want hij als 1000 is gisteren. Maar goed, dit is eigenlijk de locatie waar we naartoe willen gaan. En deze deur die was dus op slot, maar nu is hij open. En dan kunnen we dus hier gratis even niks in. En er werd gezegd dat we hoefden tot we beter konden rusten. Maar dat is nergens voor nodig, want science. Hé, daar hebben we Tot. Dokter Tot! Ja.
Oké. Prinses, dankjewel voor het komen. Welkom bij mijn kleine huisje. Dit is je huis? Ik heb heel erg veel over gereisd om een beetje mijn onderzoek te doen. Dus daarvoor ben ik Alexandria weggegaan. Ik heb eindelijk iets gevonden hier in Treno. Ik bedoel, het is best wel mooi en alles. Maar ik ben eigenlijk best wel een mooi meisje geworden. Ik ben blij om mij nog weer te zien. Dr. Todd, je ziet er goed uit. Ah, Master Lanergy. Jij begeleidt de prinses? Jawel, meneer. Ik bedoel, serieus. Het spijt me zeer van de eerdere dingen die we hebben gedaan. Stil, ik ben nog steeds een recht voor je gehad, nog steeds niet. Ik weet zeker dat je je redenen had, maar ik zal je niet vragen waarom. De Supersoft is in die kist daar, alsjeblieft, neem het. Maakt niet uit, ik doe het toch wel. En we hebben de Supersoft. Heb jij geen manieren? Bedank de goede dokter. Het is al in orde, Master Neology. Alsjeblieft, tot. Noem hem geen master. Oké, ligt hier nog meer boeiends? Kan ik hierboven iets vinden? Nou, nee, dat taal ik pas. Dus volgens mij moeten we met Todd praten. Master Todd, is dat Gaia? Ja, dat is een wereldbol van onze planeet, Gaia. Ik heb het geleerd in jouw lessen. Je hebt heel erg veel geleerd van de dingen die je hebt gezegd. Ik ben een oude sukkel. Dus eventjes een flashback naar het verleden. Oké, dus twee dingen zijn gevonden in documenten van meer dan 500 jaar geleden. Eén is een juweel en de andere is iets van de Summoner van een groep. Maar 500 jaar geleden, de phrases van de mysterieuze verne, ja, die zijn allemaal weg. Ik snap er eigenlijk niks van. Ik bedoel, de archaeologist Frederick Ash, Theorized the Jewel. En het boeit me eigenlijk helemaal niks wat ik nou aan het zeggen. Maar dat gaat dus over Summoner. Spannend. Maar de pendant, dat is te klein om te zeggen of dat nou dezelfde juweel is of niet. Andere researchers hebben wel laten zien dat het misschien iets met idolions en zo te maken heeft en magische stenen. Dr. Todd! Oh god, dat is een kleine Garnet Zelda's dinges. Ah, prinses. Was jij die boekjes aan het lezen? Ik heb alle boeken gelezen in deze bibliotheek. Maar ik denk beter na als ik omringd ben door oude boeken. Echt waar? Ik hou niet van boeken. Hey, je bent wel een persoon die eigenlijk heel erg veel moet leren. Dus het is heel erg belangrijk dat je hard zal studeren. Ik weet. Maar ik was behoorlijk genomen door het boek dat je eigenlijk me hebt gegeven. Wat was het ook alweer? Het was... Was het I Want to Be Your Canary by Lord Evan? Ja, dat boek! Dat boek is heel erg mooi en ik hou van dat boek! Wow. Wat is dit, Dr. Todd? Dat is een wereldbol van onze planeet, van Gaia. Het is een klein modelletje. Een Gaia-globe? Ik wist niet dat het kasteel zo was als een rondje. We leven op de aarde, prinses. Ah ja, de sterren. Ze hebben zoveel theorieën over stenen en edelions. Juist. Daarom... Sorry, ik was weer eventjes verdwaald in mijn gedachten. Dit is oké. Waar is mijn kamer op deze aardbol? Je kamer is veel te klein om eigenlijk aan te wijzen. En het kasteel? Dat kan ik wel doen. En waar is Uncle Sid zijn kasteel? Ja, oké. Hoe lang is het geleden? 8 jaar? Ja, time gaat snel. Echt, tijd gaat supersnel. En je stem is ook enorm veranderd in 8 jaar tijd. Maar ik ben niet veranderd. Ik ben nog steeds bezig gegaan met dingen te onderzoeken en zo. Waar heb je deze globe gevonden? Het is antiek. Het is gebroken, als je zo kan zien. Maar ik gebruik het een beetje als een observatiedek. Dus ironisch is het niet om zo naar de lucht te kijken van binnen een aardbol eigenlijk. Ja, dat is het zeker. Prinses, ik wil je niet bemoeien met jouw zaken en zo, maar ik sta aan jouw kant, voor nu en altijd. Alsjeblieft, vertel me als er iets is wat ik kan doen. Dr. Todd. Ja?
Dus ik heb het gezien. Dus de koningins legers zijn behoorlijk sterk geworden. Oké dan. Het zal wel gevaarlijk zijn. Maar ik zal zien of ik jullie in Alexandria kan krijgen. Oeh. Klinkt als een uil, Zelda. Ik heb een oude transportatiemachine gevonden. En als we dus zeg maar in een geval van nood. Deze weg alsjeblieft. Ah, we kunnen eindelijk terug naar Alexandria. Mijn missie zou klaarkomen. Ik ben daar zo blij. Yes. Ik ga met jullie mee. Wat? Waarom? Hey, het is makkelijker voor mij om blank te halen via Alexandria. Ja, ga met ons mee, Marcus. Oké, Leroy. Objection. Ja, tuurlijk. Ik vind het wel goed. Laten we Blanken redden. En laten we mijn moeder herstellen en weer zeggen dat ze zichzelf moet zijn. Waarom heb je nou in één keer weer zo'n hogere stem? Jouw stem verandert ook constant. Misschien heeft het te maken met dat je zoveel stemmetjes in moet spreken in één aflevering. Ja, misschien ook wel. Kan zo in één keer zijn. Het is eigenlijk best wel raar dat ik jou nou zo bespreek eigenlijk. Terwijl dat jij bent degene met de controller in je handen. En ik zou eigenlijk niet meer mogen praten, want dat breekt de vierde muur. Hou dan je kop. Dit is Guardian Rule. Een oude route tussen Trano en Alexandria. Waarom was dit gebouwd onder een toren? Eigenlijk, Guardian Rule was in gebruik voordat we zelfs airships hadden. Dus de toren is bovenop gebouwd omdat deze tunnel niet meer gebruikt werd. Maar het ziet er behoorlijk nieuw uit. Ja, ik heb meneer Bishop eigenlijk gezegd om deze plaak goed te onderhouden. Dus het is nooit meer gebruikt, maar sinds dat het zeg maar hersteld is. Maar we moeten eerst de tunnelconnectie eventjes aanzetten en dan moeten we de Gargant eventjes roepen. Dat is een groot insect. Nou, waar was die trigger ook alweer? Dus alles wat we moeten doen is de sequence dingen vinden en erover gooien. Prinses, laten we het vinden. Nou is hier dus zeg maar het moment dat ik hier eventjes zeg van jongens, bij deze laat ik heel eventjes de aflevering nou rusten. Ondanks dat we maar 16 minuten in deze aflevering zitten. De reden is, onze levels zijn 7 en 8. Waar we naartoe gaan, wordt nogal gevaarlijk. Dus wat we willen doen is, we willen eerst eventjes kijken of die... Nee, die heeft niks te doen. Dus wat we willen doen is, we willen zoveel mogelijk eigenlijk dus gaan trainen. Ofwel farmen. Dus ik wil wel eigenlijk één battle eventjes laten zien hoe dat de vijanden hier er toevallig uitzien. Juist, goed zo. Er zit hier namelijk een vijand en die geeft een enorme goede hoeveelheid van experience. En die willen wij dus zeker gebruiken. Nou, Leroy heeft level up. Zelda die heeft een ability up. Dus daar kunnen we veel leren. En dit zijn de vijanden die we dus zeg maar veel moeten gaan verslaan. Nou, vergeet niet, Zelda die heeft de healing ability. Dus daarvoor zijn we heel erg blij dat we Zelda hebben. We hebben twee aanvallers die dus zeg maar goed kunnen aanvallen. En hun zullen niet echt veel schade doen, waardoor dat we dus ons zeg maar niet zorgen hoeven te maken over HP of wat dan ook. Creepy. Nou, aangezien dat we dus zeg maar nou een nieuwe staf hebben, kan Zelda toch een beetje meer schade doen dan dat ze eerst deed. Dus wat je eigenlijk praktisch wil doen, is gewoon kruisje ingedrukt houden en zoveel mogelijk van deze monsters gaan verslaan. Kijk wel uit voor een drain aanval, want dan healen ze zichzelf zeg maar best wel veel en daar word je niet vrolijk van. En zorg ervoor dat je eigen HP natuurlijk ook ophoudt. Of ja, wel goed omhoog houdt. Dat is heel erg belangrijk. Dus je wil hier ongeveer trainen totdat ze level 11 zijn, ongeveer rond die koers. En je wil natuurlijk ook de abilities leren die we dus zeg maar op dit moment aan het leren zijn. Dus tussen aflevering vandaag, en ik weet niet of het morgen wordt, want zondag, ik denk dat ik zondag... Misschien gaan livestreamen, dat weet ik nog niet zeker. Moet ik heel eventjes kijken hoe dat de planning gaat. Dus ik weet niet zeker of er morgen dus zeg maar een aflevering gaat komen. Maar wat ik wel weet is dat er tussen deze aflevering en de volgende aflevering dus even een beetje farming zit. Dus niet raar opkijken als we in één keer meer levels hebben. Of dat we zeg maar, meer dingen geleerd hebben of een andere equipment dragen. Heeft allemaal te maken met het farmen. Wat ik ook zeker mezelf moet herinneren. Dat ik dat niet vergeet jullie te vertellen op het moment dat ik dus met jullie aan het praten ben. En wat er dus veranderd is. Je ziet dat we 320 experience krijgen. Mine strike is eindelijk geleerd. Dus Leroy. Leroy kan eindelijk zijn nieuwe wapen leren. Of pakken. En een nieuw item dus krijgen. Waardoor dat hij nog meer schade doet. Waardoor dat het levelen nog sneller gaat. Dus ja, daar ben ik zeker van plan om het te gaan doen. Dus eventjes zorgen dat jij je Iron Sword hebt. Of je Meatball Sword. Kun je nog meer? Nee. Sorry voor die random knip. Moet even. Nou, lijkt belangrijk. Dus ik wil het daar eigenlijk eventjes gaan laten bij deze aflevering. Dus heb je een luxe momentje of vragen over deze aflevering? Laat het natuurlijk weten in de reacties. En om het nog leuker te maken, laat een like achter voor Shadow die een 10 heeft gehaald. Voor zijn spreekbeurt over Zelda Player 20. Nogmaals, ik ben vereerd.
Ik dank jullie voor het kijken. Dus volgende aflevering, beetje gefarmd. Dan zijn jullie daarvan op de hoogte. En met dat ga ik maar beginnen met farmen. En hoop ik jullie te zien in de volgende aflevering. Dus morgen, hou Facebook in de gaten. De Facebookpagina staat in de beschrijving. Waar je natuurlijk kan vinden. Ja, er is ook een update plaatsen of zondag dan een aflevering komt. Of tot we gaan streamen. Ligt er ook aan wat de temperaturen gaan doen. Daar moet ik heel even naar kijken natuurlijk. En met dat gezegd te hebben, sluit ik me eens af. Dus bedankt voor het kijken, jongens. Doei!